Even tussen ons is het nieuwe boek van de bekende seksuoloog Evelien Stangaard. Ze is op een missie. Een goed seksleven is in ieders belang en daar moet structureel aan gewerkt worden. En ze staat hier naast mij, Evelien. Welkom. Hi. Ben je blij dat het boek er eindelijk is? Ja. Naar heel hard werken. Ja, heerlijk. Ik ben helemaal blij. Ja, echt, snap uh, ik. Ja, mooi proces, maar ook heel erg fijn dat hij er nou echt is. Mag ik even meteen naar de titel? Ja. Even tussen ons het is heel multi-interpretabel. Ja. Uh... Het gaat over communicatie tussen mensen. Of ook. ook? Nou ja, het is, het is, ik wil eigenlijk een soort van intiem uh, vibe creëren. Van, ja? Weet je, ik ga jullie even wat vertellen. Mm -hmm. Maar ook uh, oh, dus, zo, dus aan de lezer. Aan zeg maar. de lezer, ja. Ja, van even tussen ons. Ja. Uh, maar ook even tussen ons. Van, als dat soort gesprekken er vaker kunnen zijn. Ja. Dat je tegen je partner zegt: Hé hey schat, even tussen ons. Hoe vind jij ons seksleven nu? Ja, en ja, toen dat... werd het doodstil. Ja, 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 nou ja, ik hoop het niet. Ja, maar uh, dat. Ze... Ik bedoel, uh, gewoon, uh, ja. ja. Bij de meeste, en de meeste huishoudens wel. Alleen uh, ja, heb ik dit boek natuurlijk ook geschreven. met het idee dat mensen dat gewoon wel steeds normaler gaan vinden. Okay. En dat ze ook gaan zien, en dat, dat laat ik in het boek uh, met meerdere voorbeelden zien. van dat het ook eigenlijk heel goed is als we het doen. En als we het durven op tafel gooien van hé, hey, je doet wel eens hè, zo, maar ik heb het eigenlijk liever zo. Ja. En een hele positieve vibe. Maar als je dat maar kan pakken. en dan dus een fijne balans kan brengen in je seks- of liefdesleven. ja, dat is zoveel waard en dat dringt zo door tot, ja, alles van je zijn. Dat ja. ik denk, ja, dat moeten we gewoon allemaal willen, dat we daar moeite voor doen ja. om het goed te hebben. Eigenlijk is je hele missie nu al uitgelegd, maar ik ga, ik ga, toch, <laughs> ik ga toch nog even terug naar mijn draaiboek. Tuurlijk. Uh, we hadden het gisteren op de redactie erover, en net ja. hadden we het erover, en jij zit af en toe bij VI, ja. en al heel snel gaat, uh, als het onderwerp te sprake komt, verzand het in lacherigheid. Ja. Waarom doen we dat? Jij bent ook psycholoog. Ja. Waarom doen we dat? Nou, dat doen we. Nou, in basis is, hè, om je even mee te nemen daarin, is: we willen allemaal normaal zijn. Ja. We willen allemaal in dat vakje vallen van: hè, we doen het goed, we zijn oké, okay, wij zijn niet eh, op de rand gevallen. Ja. ja. En um, omdat we dat zo erg hebben, het zit echt in ons oerzijn van uh, ja, dat normaal willen zijn, dat we bij de kudde horen. Hè. En um, op het moment dat wij dan daarover um, ja, een, een, iets anders vertellen, ja, dan, dan worden we daarop aangekeken. En eigenlijk is dat, die hele vibe die daaromheen zit, is dus een soort van schaamte en een soort van angst om. Om dat te ervaren. En vandaar dat je er dan maar humor van gaat maken. En dan gaan we er dus over lachen. Ja. Want dan, dat is eigenlijk puur ongemak. Ja. Dat is puur ongemak. En, um, ja, en, en dat is eigenlijk ook een manier om het buiten jezelf te houden. Want als je erom lacht, ja. kan je het wegduwen en dan hoef je er niks mee. En dan is het meteen klaar. Ja. Terwijl een slecht seksleven een ja. oorzaak is van meerdere problemen. Onwijs. Wat, wat, wat noemen noem er eens eentje bijvoorbeeld? Nou ja, sowieso gaat het op den duur vreten aan een relatie. Dus ja. je gaat merken, er komt frustratie aan een van beide kanten. Misschien op een gegeven moment aan alle beide kanten. Dan gaat zo'n relatie gaat, ja, daaraan. Um, maar het is ook dat het om op, op de loer ligt dat er uh, uh, onzekerheden uh, komen. Maar in een zware variant. Dus faalangst, um, echt ja, slechte zelfwaarde daarin. Dat kan ook leiden tot depressies. Ja. Um, echt een mindere kwaliteit van leven kan je daar echt uh, uh, aan overhouden, om ja. het zo maar te zeggen. En dat is gewoon ja, niet nodig, want hulp is er. En het is niet zo uh, goed gesteld, hè, met ons seksleven... als je de gemiddelde pakt. Nee, helaas. We doen het te weinig, ja. we praten er niet over. Ja, um, ja. Dat, dat, heb je daar, wat, wat is de statistiek daarvan? Ik hoorde je bij Humberto aan tafel... we doen het gemiddeld drie ja. keer per maand of zo? Ja, twee à drie keer per maand. En ja. 50% van de mensen doet het één keer per maand... en 25% van de mensen doet het één keer per jaar. En eigenlijk... 25%? Ja, ja. En eigenlijk zou je denken, god, het is niet zoveel. Maar eigenlijk is het ook doodlogisch. Want ja. we zitten in een maatschappij waarin we allemaal heel veel willen. En we hebben allemaal van alles op ons bord. Van uh, rouwverwerking, van mensen die we verliezen, tot burn-out, tot... Nou ja, we willen het goed doen. Ja. En dan gebeurt het dat we even geen ruimte hebben voor ja. intimiteit. Ja. En dan verzandt dat in, nou ja, dat komt nog wel. Ja. En, um, en zo gaat dat... En op zich is dat niet erg, als je maar allebei oké okay ermee bent. En ik denk, als oh, dat is heel niet... vaak niet zo. Nee, dat niet zo is heel vaak niet zo. Nee. Maar als je en dan, dan en dan beginnen de ja. de buitenechtelijke zaken Juist. Et althans, ja, niet sluiten daarom. Maar dat, dat is kan. wel een van de oorzaken. Ja. 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 En en daar zit dan zoveel uh, ja gedonder om het zo maar te zeggen dat ik denk, ja zorg nou dat je dat gewoon voor bent, En ja. dat je met die partner eigenlijk het basis is dat je samen gaat genieten van iets wat je elkaar allebei geeft. Ja. Ik vind jou leuk, lieve sexy. Ik geef jou dit en je krijgt iets terug. Dat is eigenlijk de basis. En het is dus geen hogere wiskunde. Het is geen abracadabra. Je hoeft geen Lijstje af te vinken nee. van dan moet een orgasme en dan moet dit. Nee, niks. Nee. Gewoon twee mensen die genieten van bepaalde handelingen. En als je dat maar kan zo, zo kan zien en zo kan aanvliegen, ja. zonder dat hoofd aan, maar gewoon met dat hart. Sorry. En ja. Ja, 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 ja. Dan, dan doe je eigenlijk alles heel goed. Ja. Maar die klik moeten we wel maken. En die ja. moeten we wel vinden. Ja, want dat, dat zag ik ook in een interview. Als we verliefd zijn, dan, dan komt er een, er gaan de statistieken die vliegen omhoog en ja. dan gaan ze naar beneden. Als we verliefd zijn, gaat het vanzelf. En ja. daarna komt de fase dat we erover moeten gaan praten. Juist. En communiceren. Ja. En dat doen we dan niet. Ja. Um, en de moeite ervoor doen. De moeite. Ja. Um, social media, uh, film, series. Ja. Uh, we, we vergapen ons aan fantasieën. Mm -hmm. En eigenlijk creëren we daar heel vaak snel een beeld door van zo. Dat is ook de werkelijkheid. Ja. Hè? Het is een cliché, ja. maar het is echt zo. Ja, zo Want um, gewoon. Recht toe, recht aan seks bijvoorbeeld, daar, mm. daar ko komen de meeste vrouwen. Yeah. Die komen daar bijvoorbeeld niet van klaar, maar. Toch geven we elke keer krijgen we dat beeld maar volgeschoteld. Ja, ook in de films. Ja, ja zeker. Ja, en dat is het vervelende. Als wij maar op een repeterende manier iets binnenkrijgen, dan leren we het ook aan. Dan ja. is het letterlijk van dat is de waarheid. En ja, dat is natuurlijk ook zo kwalijk. En daarom uh, hoop ik dus ook met mijn missie daarin uit te dragen. Ja. Van, hè, er zijn steeds meer films die het ook snappen. en die die realiteit beter laten zien. Um, maar dat mensen dus ook zelf goed uh, het verschil kunnen zien dat porno is. Uh, ja, entertainment voor volwassenen. Ja. erop bedoeld om jou uh, ja, te houden en, en daar uh, alleen maar naar te laten kijken. Maar dat dus... maar maar perfectionisme wat social media ons voorspiegelt... Ja. Als ik nu, nu naar jonge meiden kijk... Um, op, ik, ik zie echt de meest prachtige vrouwen zie Ik zie alleen maar voorbij komen op Instagram. Ja. En die, in niemendalletjes en alles is perfect. En de buikspieren ja. en de borsten en, 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 en zulk, zulk achterwerken tegenwoordig. Ja. Als ik daar niet aan voldoe, dan ja. kan ik denken van... Ja. Ja, laat ik me dan ook maar niet blootgeven. Juist, letterlijk. Ja. En dat is waar de eigenlijk die nieuwe preutsheid weer vandaan komt. Is dat we allemaal dingen zien waarvan we denken... Hè, zeker de jongeren, van jeetje, daar kunnen we niet aan voldoen. Nou, dan ga je dus jezelf hè, letterlijk en figuurlijk ook bedekken, terughouden. Ja. Dus daarom zie je dat eh, jongeren het nu veel, veel latere leeftijd pas doen. Ook omdat, ja, als ze zien wat er in porno allemaal moet gebeuren... Ja. en ze denken dat dat de norm is, dan denken ze... jeetje, nou, dat kan ik nog niet, of daar ben ik nog niet. Nou, laat mij even zitten. 12, 12, 12 jongeren vrouwen wel heel geëmancipeerd zijn hoe ze in bikini ja. uh, flaneren op, op Instagram. Ja. Um, maar maar die, is die, die schaamte is er dan alleen wel of niet imperfectionisme? Hoe moet ik dat zien? Ja, nou ja, dat, dat, is, dat is iets heel typisch. Want ik denk dat wij um, bij de seks dat echt uh, ja, dat ons onzeker maakt. omdat we dan zo kwetsbaar zijn. Ja. En ik denk op Instagram, hè, kunnen we, daar hebben we de controle over. Ja, precies. En ik denk dat, um, dat dat een groot stuk is. We durven allemaal niet te falen. We durven dus allemaal niet abnormaal ja. te zijn. Ja. En da dan gaan we dus gekke dingen doen. En ik denk dat we steeds vaker... Um, uh, dat uit de weg gaan. Dus dat bespreek ik onder andere ook in mijn boek. Dat je ook ziet van. We gaan bijvoorbeeld niet eens meer bij de Albert Heijn aan de kassa staan. We gaan een zelfscankassa. En dan zou je denken: Ja, maar Evelien, dat is gewoon omdat het sneller is. Ja, hoef je ook. Niet, hoef je niet maar je, hoeft, interacteren. Niet contact, ja, je ja. hoeft geen contact te leggen. Ja. En we bellen niet meer. We appen alleen maar. En straks komen we in een, in een maatschappij terecht. waar eigenlijk iedereen het verleert om gewoon sociaal te zijn. En dat ligt er allemaal onder. En dan zou je denken: Wat heeft dat met seks te maken? Nou ja, heel veel. Want ik stond vroeger bij het plaatje. Plaatselijke speeltuintje te flirten met de jongetjes uit de ja. buurt. En nu, ben je, en nu, en nu, en nu zit, zit iedereen thuis? Nu appen we met ze. En we zitten thuis, ja. ja. En, en dat appen, dat maakt uh, geen hormonen aan. Dat appen, dat zorgt er niet voor dat, we, dat er iets gaat gebeuren. Nee. Dat we actie gaan ondernemen. En ja. ja, dat zijn best wel heftige dingen. Jouw ja, boeken, die vertel je aan de hand van een aantal van cases, van ja. mensen die echt bij jou komen. Ja. En dat is allemaal heel verschillend. Ja. Maar het is er een soort van grote gemene delen van dit hoor ik heel veel bij mannen. Ja. En dit hoor ik heel veel bij vrouwen. Ja. Zullen we beginnen met de mannen? Wat hoor je heel ja. veel bij mannen? Ja, bij mannen hoor ik eigenlijk het allermeeste erectieproblemen mm -hmm. of te snel klaarkomen. Maar erectieproblemen is het echt het allergrootst. En um, ja, om um, je daarin zo in de noten dop mee te kunnen nemen, ja. in heel veel gevallen heeft dat echt te maken met porno kijken. Veelvuldig porno kijken in combinatie met masturberen. Ja. Als je dat veel doet, dan krijgt je brein een hele hoop dopamine. Dat vindt jouw brein super lekker. Dat is echt een snoepwinkel. En dan op en dan een komt moment. Het en dan, komt het en dan is er geen pornoactrice in je kamer. Nee, en dan is die snoepwinkel is, uh, één dropje. En dan ja. denk je, ja... Huh? En dan gaat jouw brein gaat daar niet heel hard van aan. En dan merk je dus dat je die opwinding dat die achterblijft. Nou, dus bij vrouwen werkt dat precies hetzelfde zo. Alleen bij mannen is dat zo dat het natuurlijk in het oog springt. Dus ja. die erectie is er dan op dat moment niet. Of moeilijk. En uh, dat gaat in iemands kop zitten. En uh, dat gaat zo in je kop zitten dat iemand daar dus uh, ja, faalangst van ontwikkelt. En dus wordt dan iedere keer, als het dan weer die seks is, dat hij denkt. Oh als hij het maar doet, als het maar niet. Ja, ja, ja. Hè, uh, de prestatie. Ja, 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 de prestatie. En vrouwen? En, uh, vrouwen is um, het grootste toch geen zin. Um, Waarom? En dan... Waarom niet? Omdat, is, omdat die man het gewoon niet goed kan? Nee. Niet dus de aandacht besteedt? Nee, 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 want dat denken we dan ja. dus. Dan gaat meteen hop die vinger. Maar dat is eigenlijk niet het verhaal. Ja. Het verhaal is toch in heel veel gevallen... dat op dat moment er geen ruimte is in dat hoofd voor die vrouw. Mannen hebben dat precies zo. Maar bij vrouwen is het iets meer omdat wij met hormonen te maken hebben. En ja, we hebben dus net wij... die lijstjes van wat er allemaal gebeuren ja. volgende en week. als we net een kind hebben gekregen, ja. is ons brein toch met een deel bij dat kind. Ja. Als we in de overgang zitten, zijn er ook allerlei hormonen... die echt maken dat we minder zin in seks krijgen. En um, daarbij natuurlijk toch uh, dat wij als nou, vrouwen misschien toch nog meer die zorgrol op ons nemen en dat in ons achterhoofd ook hebben. Ja. En dan zitten we in ons hoofd en dan blokkeren we al onze opwinding. Ja. En dat hoor je dan dat dat heel veel speelt in de slaapkamer. En dan met gevolg. En de, man, te... en de man raakt gefrustreerd en dan ja. op een gegeven moment heb je het er gewoon helemaal niet meer over. Dan heb je, je het, het er gewoon niet meer over. Ja, je doet het niet meer en dan is het of. Zij er het... zijn er heel veel drank in het spel is. Ja, ja. Of, of, het wordt, uh, juist, of het wordt dan uh, een beetje zo uh, onder de uh, tapijt geveegd van nou weet je het is nou eenmaal zo tussen ons. Uh, maar Wat... tegenwoordig heb je ja. steeds meer mensen die zeggen van of ik ga hulp zoeken. Of ja, buiten de deur, uh, dat soort dingen. Ja. Ja, dus dat, uh... En als jij, uh, hè, want uh, ja, ik, ik zou je ook een soort van advies willen gaan geven aan onze kijkertjes. <laughs> ja. uh, sowieso is het natuurlijk lees jouw boek. Hè? Ja. Dat, dat, dat is een voorwaarde. Ja. Maar uh, twee dingen: van, uh, wat, is, wat, wat is nou een advies en uh, een belangrijk advies? En wanneer is jouw missie geslaagd? Of. of Gaat dat heel, vloeit dat heel erg in elkaar over? Ja, nou ja, mooi, mooi. Uh, goed iets om, uh, om eens even te vertellen, ja. Want ik denk in eerste instantie, hetgene wat ik mensen wil meegeven, is denk ik het grootste ding, seks hoeft niet perfect. Uh, we hebben heel veel dingen die we gewoon goed willen hebben in ons leven, maar alsjeblieft, laat seks daar niet één van zijn wat perfect moet. Het uh, is leuk als het gebeurt. En of het nou met een orgasme is, zonder orgasme, of het rommelig is, vies is, het maakt niet uit. Maar als je het doet, geniet ervan. Ja. En voel. En niet nadenken. En niet presteren. En ik denk dat dat het grootste ding is, in combinatie natuurlijk met een fijne communicatie met je partner. Dat je aangeeft van, hey schat, zo en zo is wel, wel fijn. Want dan kan je ook genieten als ja. je het goed hebt afgestemd samen. En dan kan je ook dat hoofd uitzetten. Ja, en, en... Hoe, en hoe, hoe... Sorry dat ik je onderbreek, maar veel vrouwen... zijn ook weer een beetje bang voor, voor slutshaming. Ja. Zo van, uh, ja, ik ben niet een of andere pornoactrice. Ja. Hoe, 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 hoe kom je dan nou over die drempel heen... om ook echt te zeggen wat je wil richting die man? Ja, nou ja, kijk, ik denk dat sowieso slutshaming... Nou goed, ik zet dat nog even in een andere hoek ja. dan, dan dit. Maar ik snap wat je ja. zegt. Um, ik denk dat in heel veel gevallen... het ook echt wel bij de, bij de, bij de man Ligt, hoor, dat... Uh, uh... Nee, ik zeg het verkeerd, sorry. Ik denk dat in heel, gevallen, heel veel gevallen het ook zo is bij de man. Ja. Dat de man bijvoorbeeld minder zin heeft en dat ja. de vrouw bijvoorbeeld heel veel zin heeft. Dus dat is gewoon wisselend. Maar ik denk wel dat het echt belangrijk is dat je... Uh, als partner ook aangeeft van... ja, weet je, schat... Uh, even wat even anders even zo, rustig, even wat meer zo. Ja, even ja. een beetje aanpassen op elkaar. En heel veel mensen, dat is misschien nog een leuke tip... heel veel mensen vergeten dat... Uh, masturberen dus een hele belangrijke tool is... voor het uh, gezamenlijke seksleven. En als je nou bijvoorbeeld... Hè, even het clichéverhaal van de man die heel veel wil... en de vrouw die daar niet zo heel erg mee gaat... dan kan je alleen al kijken van... nou, als de vrouw iets meer masturbeert... de man iets minder masturbeert... dan ga je eigenlijk al die libido's een klein beetje... naar elkaar afstellen. Ja. En als je dat al kan doen, dan heb je al één heel mooi stapje. Die staat ook in het boek. Iets zeg mij dat we over dit onderwerp nog lang niet uitgesproken raken nee. uh, bij de mensheid, want uh, seks blijft een uh, belangrijk uh, element van ons leven. Misschien wel de basis voor plantingen, ja. zou je kunnen zeggen. In ieder geval, als men wil weten hoe we dat kunnen verbeteren, ja. dan moet men jouw vraag Dat oplezen. mag je zijn. Nou ja, en als je dus merkt van, nou mijn probleem zit echt wel een stukje dieper dan dit, hè, want dit is natuurlijk uh, mooi in de aanreiking. Nu ga je maar... zeggen, zoek hulp. Nou ja, ja, zoek hulp. Dat sowieso. Maar ik heb recent een, uh, een platform ontwikkeld, beterintiem.nl. Ja. En, Beter, beterintiem beterintiem ja. en daar kunnen mensen dus anoniem terecht voor hulp. Dan hoeven ze dus niet die drempel over bij de seksoloog. Maar dan kunnen ze gewoon vanuit huis kunnen ze het volgen met video's en opdrachten. Omdat ik gewoon zo graag wil dat mensen. Uh, ja, er geen uh, nadeel van ondervinden, maar dat ze het gewoon fijn hebben. En ik heb trouwens ook een theatertour ja. van Even Tussen Ons. Dus in maart uh, kunnen ze ook nog de theaters in als ze willen. De agenda is helemaal vol. Evelien Stallaert, yes. seksuoloog en psycholoog. Ook belangrijk ja, om dat te vermelden. Zeker. Jouw boek Even Tussen Ons is uh, verkrijgbaar. Dank je wel. Yes, dank je wel.